Op zondag 30 augustus is de kick-off van het nieuwe seizoen van de OCI Nitrogen Lions. Afgelopen seizoen wonnen ze de beker, de Beneliga en het landskampioenschap. Of dat dit jaar een vervolg kan krijgen, zullen we zien. Vanmiddag is er ook een grote clinic met alle jeugdige spelers van de regio die hiervoor zijn uitgenodigd. Tijdens deze clinic werden de kinderen in de gelegenheid gesteld om met hun idolen te trainen. Er kon gemeten worden met hoeveel snelheid de bal geworpen werd. Tijdens deze kick-off was de belangstelling aanzienlijk, ondanks de warme buitentemperaturen. Ze konden oefenen op onder andere sprongworpen. De OCI Nitrogen Lions hebben een nieuwe sponsor, drinkwater. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dat klopt. Het is een stichting maatschappelijke projecten van Maastricht. En die willen hun horizon verbreden. Want MVV draagt dat logo, ook dit logo op het shirt. En wij als Lions handballers krijgen dit ook. Dus het is en een stukje promotie nu binnen de handbalwereld, maar ook buiten Maastricht. En wij vinden het ook heel belangrijk dat kinderen veel water drinken. Zeker sporters, maar iedereen eigenlijk. En door aandacht, onze jongens gaan de aandacht aan besteden bij de clinics. En nu op de open dag en alles. Nu zien we ook een hele hoop suikerklontjes hier op de tafel liggen. Vertel daar eens wat over. Ja, het is de bedoeling om kinderen op deze manier, op een ludieke manier, onder de aandacht te brengen. Dat waar zit veel suiker in? Sommige kinderen weten dat helemaal niet. En ik denk eerlijk gezegd, als ouder wist ik dat ook niet, dat er zoveel suikerklontjes in één glaasje frisdrank of chocomel zitten. Dus ze doen mee aan een onderzoek van de Universiteit Maastricht. En leren ze waar veel suikerklontjes in zitten. En worden ze bewust dat misschien een glaasje water extra per dag toch ook heel gezond kan zijn. Ja, meneer, aan de vooravond van het nieuwe seizoen, begint het al te kribbelen? Ja, we hebben 4 weken zware voorbereiding gehad met de jongens en iedereen is eigenlijk wel klaar om die eerste wedstrijd te gaan spelen. Ja, nu moeten jullie 5 en 6 september naar Banja Luka in Bosnië-Herzegovina voor de Champions League voorronde. Wat zijn de verwachtingen? Ja, goed, we starten daar op vrijdag tegen de Noorse Elverum. En ik denk dat we op zich een prima loting hebben gehad en we gaan voor die winst. We gaan echt proberen om die wedstrijd naar onze hand te zetten. Een goed spel te laten zien. En proberen om daar een finale plaats op zondag te bemachtigen. Zijn er veel veranderingen ten opzichte van het vorige seizoen? Nou, er zijn een aantal jongens weg. Peovic is naar Roemenië gegaan, hebben we gehoord. Juri Verjans is vertrokken naar België, naar zijn vader. Anne van der Wal gaat een wereldreis maken. Maar we hebben daar twee hele goede jongens, spelers uit eigen opleiding voor teruggekregen. En met Evert Kooijman en Rob Smeits. En wat zijn de verwachtingen van dit seizoen? Evenaring van het succes? Nou ja, weet je, je kan wel zeggen van we gaan niet voor de prijs spelen, maar we hebben gewoon een goede ploeg. Dat hebben we vorig jaar laten zien en we willen één ding en dat is gewoon weer voor alle prijzen spelen. Hoe ziet de toekomst van Monique Thijsselman na dit seizoen uit? Ja, goed, we gaan eerst dit seizoen bekijken hoe het gaat en in principe loopt dan mijn contract af en ga ik weer bij de bond volledig aan de slag. De Lions zijn klaar om aan het nieuwe seizoen te beginnen.